en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is woensdag vandaag en vandaag zijn er weer twee vlogs, omdat Feyenoord tegen FC Heerenveen is. Wedstrijd om de Eredivisie, weer een competitiewedstrijd en daar ga ik naartoe vanavond. Dus vanavond weer twee vlogs. Momenteel is het 3:05 al en ik moet een beetje opschieten, want ik heb een beetje haast. En ik heb het ontzettend druk, want ik heb een heleboel videowerk liggen. Zowel onrijds als de vlog die ik nog moet maken. Ik moet de Q&A nog maken. Ik heb inmiddels al wel een paar onrijds heb ik al klaar. En de Efteling vlog moet ik nog maken en de Q&A moet ik nog maken. Ik moest vandaag ook nog naar de garage voor de deur te laten repareren. Die is nu weer gemaakt. En er is nog, wat heb ik nog meer allemaal? Ja, allemaal druk. Ik moet ook nog even mijn scheren, want ik heb al een baard van hier in Tokio. En ik heb zo geen zin om te scheren. Ik heb het zo druk. Ik kan vanavond eigenlijk helemaal niet weg, want ik heb het gewoon zo ontzettend druk. Ik heb zoveel videowerk liggen. Ik heb iets van, ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar ik heb aardig wat gigabyte aan video materiaal klaar liggen. Ik heb nog een mededeling. Jullie zullen het de afgelopen week wel gewerkt hebben, denk ik. Er is geen live chat meer in de stream. Ik ben ermee gestopt, omdat ik ben abonnees kwijtgeraakt. Ik zat op 156, dat was het hoogste. Inmiddels ben ik gekelderd naar 150 abonnees. Ik ben dus 6 abonnees kwijt. Ik ga dus meer streamen voortaan. En ik ga GTA streamen. Want ik begin kijkers te verliezen. Waardoor het komt, weet ik niet. Maar het is toch wel zorgwekkend. Ik maak me er toch wel heel erg druk om. Ik was gisteravond, toen was ik al een paar abonnees kwijt. En vanmorgen vroeg was ik er ineens weer 3 kwijt. En dan gaat het hard. Ik ga kelderen. En dat is geen goed teken. Dat is echt een heel slecht teken. Dat betekent dat het niet goed gaat met mijn YouTube kanaal. Ik moet juist abonnees omhoog gaan en niet omlaag gaan. Dus er is iets aan de hand. En ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom abonnees opzeggen. Vooral niet in deze tijd. Ik maak genoeg vlogs. Ik maak genoeg leuke video's. De Efteling die is gisteren geweest. Dus ik doe allemaal extra werk. En ik doe het eigenlijk voor niks. Want abonnees geven niet thuis. Daar heb ik het niet over de abonnees die nog geabonneerd zijn. Trouwens nog hartstikke bedankt daarvoor. Dat jullie gewoon trouw abonnees zijn gebleven. En niet opgezegd hebben, maar het is toch wel zorgwekkend. En ik vind het zo zorgwekkend dat ik dus de chat livestreams voorlopig uitgezet heb. Dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik niet meer chat livestream. Ik chat nog wel in Skype met mijn vrienden, maar ik doe dat niet meer uitzenden via YouTube. Het is echt zo zorgwekkend dat ik daarom deze maatregel genomen heb. Ik denk dat mensen opzeggen vanwege mijn chat livestream. En ik weet niet waarom. Ja, het is af en toe een beetje grof gebekt. Maar we zitten nou niet in onze lieve vrouwenkerk in Limburg. In een of andere katholieke net politiek correct, net links kanaal of een links kanaal dorp. Ik kom gewoon uit Rotterdam en daar hebben ze allemaal een grote bek. En ik weet niet of dat het aan mijn taalgebruik ligt, maar ik zal er wel een beetje op letten. Maar ja, jullie moeten me niet kwalijk meenemen. Dat krijg je er eenmaal bij en ik ga me niet aanpassen voor kijkers. Ik ben zoals ik ben. En moeten jullie gewoon accepteren. Dan kreeg ik ook nog het commentaar
dat ik de laatste tijd alleen maar binnenvlogs heb. Maar ja, jongens, ik kan er niks aan doen. Het is zo dat de laatste dagen echt slecht weer is. Slecht weer opkomst. En daarom neem ik veel binnenvlogs op. Want je kan nou niet echt naar buiten gaan om eventjes snel een vlog buiten op te nemen. Het wordt winter. Het is koud. En ik maak toch, ondanks dat het winter is en koud is, maak ik toch ook buiten filmpjes. Jullie hebben de kerstaflevering gehad bij de Intratuin. Jullie hebben de Efteling gehad. Jullie hebben allemaal verschillende onrides gehad. Dus ja, ik heb een hoop, toch een hoop buiten de deur gedaan. De dag voor naar de Efteling heb ik nog in Rotterdam nog een stukje gefilmd. Dus ik kom de deur heus wel uit. En ook de Feyenoord vlogs gaan gewoon door. En dat is ook een buitenopname. Dus ik weet niet waarom mensen vragen van, joh, waarom neem je niet buiten meer op? Dan moet wel de tijd, moet ik wel de tijd voor hebben. En ja, ik heb het ook gewoon druk met andere dingen. Ik op mijn vakantie al helemaal op aan vlogs maken, editen, video bewerken. En ja, daar gaat ook gewoon tijd in zitten. Mensen denken nogal heel gauw en heel snel van, nou, je maakt een video klaar en that's it. En ik heb het al een paar keer in, ook verschillende andere vlogs heb ik het uitgelegd. Ja, er gaat gewoon een hele hoop tijd in zitten om een vlog te maken en een vlog te bewerken. Dus ja, ik kan daar niks aan doen. Ik kan er echt niks aan doen dat vlogs alleen maar binnen afspelen. Het is ook ontzettend slecht weer. Ik ben niet van plan om kou op te leiden. En als mijn abonnees kelderen, ja, dan ben ik toch ook, ja, denk ik ook bij mijn eigen van ja, maar ja, ik maak al extra video's. Ik denk dat ik dan maar ook maar minder video's ga maken, want het wordt niet gewaardeerd. Je moet ook waarderen. Nou weet ik dat er een heleboel zijn die mijn video's waarderen. En daar ben ik ook hartstikke blij mee. Maar ja, ik heb ook niet altijd tijd. Ik ben ook druk met achter de schermen. Ben ik ook heel druk bezig met dingen voor te bereiden, dingen klaar te maken voor weer een nieuwe video of een nieuwe livestream. Dus ja, ik kan niet iedereen tevreden houden. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik hoop dat jullie het snappen. Misschien ga ik nog wel een extra video opnemen daarover in een mededelingenvlog. Maar ja, ik heb gewoon, ja, ik ben ook af en toe wel eens druk met andere dingen bezig. Nou, ik ben nu dus momenteel ook heel erg druk bezig. Ik heb al aardig wat gig aan filmmateriaal leggen. En dat moet ook allemaal geëdit en verwerkt worden. Anders dan denken jullie van, joh, waar blijft die onrides en waar blijft die Efteling vlog en waar blijft die Q&A nou? Dus ik moet ook de tijd hebben om het te editen en te bewerken. Nou, dat was even een hele uitleg. Was dat eventjes, maar dat was even nodig. Want ja, ik vond het toch wel schrikbarend om te zien dat mijn abonnees naar beneden gaan. Want die horen juist omhoog te gaan. Dus daarom deze uitleg. Nou, nog even over gisteren, over de Efteling. Efteling was super. Hartstikke bedankt Ricardo, Ramon, Kevin, Joost. Hartstikke bedankt voor de gezellige, ja, hartstikke bedankt voor de gezellige dag. Het was echt ontzettend leuk. Ik heb echt ontzettend veel gelachen, ontzettende lol gehad. En jullie weten het, januari, februari 2018 ga ik ook een Efteling abonnement nemen. En dan komen er van de zomer en ook nog door de weeks. Of door de weeks gewoon elke maand komt er wel een Efteling vlog. Want ik ga natuurlijk heel veel naar de Efteling toe. Ik weet niet hoeveel ik naar de Efteling ga. Maar in ieder geval zal er minimaal 1 à 2 keer per maand een Efteling vlog zijn. Op mijn kanaal. Ik moet tussendoor ook werken. Dus ik weet niet of ik dat allemaal gaat redden allemaal. Maar ja,
Ik ga gewoon mijn best doen voor jullie om ook dat te doen. Nou, ik zie dat mijn batterij bijna leeg is, dus ik ga hem weer heel even neerleggen. En dan kom ik dadelijk weer even terug. Zo, en het is inmiddels 6:30 geweest. Ja, 6:30 geweest. En ik ga er vandoor. Ik heb niet veel tijd. Het wordt even een kort vlogje dit. Maar om 3:00 kunnen jullie de vlog van Feyenoord tegen FC Heerenveen bekijken. En ik heb bij me, Ramonski! Hey, heb ik jou gisteren ook niet al gezien? Het is inderdaad in die bekende Efteling-vlog. Ja, dat ook, hè. Was jij daar toevallig ook bij? Ja, inderdaad, hè. Daar was die toevallig ook bij. Ja, dat ook inderdaad, hè. Ja. Dus vandaar. Dus we gaan eventjes, ik ga de computer uitzetten. Ik moet even de computer uitzetten. Zo, anders breek ik mijn nek eventjes. Zo, en dan gaat die op 2 ga ik die zetten. Zo. En dan ga ik mijn spullen pakken en dan gaan we naar de Kuip. Nou, ik zou zeggen, vonden jullie deze video, ondanks dat die een beetje vreselijk kort was, leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik zie jullie dadelijk om 3:00 bij de nieuwe vlog van Feyenoord tegen SC Heerenveen. Oh, ik denk nou, Ramon gaat wat zeggen, maar hij zegt niks. Dat is Latterhust en Toedels en wat Latterhust. Ja, en alle toverwinkels. Ja, en alle toverwinkels. Ja, en alle toverwinkels. Ja, alle toverwinkels er naartoe, hè. Dus vandaar. Nou, jongens, allemaal de groetjes van deze kant. En ik zou zeggen, jullie weten het allemaal. Ja, ik moet. Oh, ik moet mijn check hebben. Oh, ik moet alles nog inpakken. Oh, ik ben een beetje laat. Nou, ik ga snel hangen dan. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.